Dames, goedemiddag. Hoi. Hoe is het? Goed. Eigenlijk is het niet zo goed, toch? Nee, dat klopt. We proberen positief te blijven, maar het is natuurlijk gewoon heel zwaar. Oh. Sorry, is dat een telefoon? Dat is een pittig geluidje. Jullie zijn nu dicht vanaf 15 december? 15 december. Dus we kregen 14 december te horen dat we dicht moesten. Dus toen hebben we de hele dag echt van 8:30 tot 12:00 s'nachts met z'n allen, met z'n 18 hier als een malle staan werken om zoveel mogelijk mensen natuurlijk nog te kunnen helpen. En dan de volgende dag dicht. Het is natuurlijk ook de periode dat iedereen nog netjes wil zijn voor de feestdagen. Ja, dat was vooral zo zuur, want je gaat dan dus dicht op het moment dat je eigenlijk de drukste weken ingaat, de drukste 2,5 week van het jaar, waarvan wij hoopten, hè, als kappersbranche, dat je dan nog een klein beetje de eerste lockdown in kan halen. Dus dat je nog een klein beetje goed kan maken. En dat is natuurlijk niet gelukt. Nee. Dus je loopt heel veel omzet mis. En we konden ook geen TVL aanvragen, geen onkosten, want wij zijn maar 2,5 week dicht geweest van het laatste kwartaal. En dan kijken ze echt over oktober, november, december, vergeleken met het jaar daarvoor. En dan kom je niet aan 30% omzetverlies. En zo kan je geen onkosten krijgen. Ja, dat is ook dat extra. Dat is gewoon heel zuur. Ja, ja. En nu is het loket wel open vanaf gisteren, dus nu kunnen we dat wel gaan aanvragen. Maar dan moet je ook weer gaan inschatten hoeveel omzetverlies heb je. Dat is natuurlijk heel moeilijk aan te geven, want hoe lang zijn wij nog dicht? We weten het niet. Gaan we 1 maart open, kan je het een beetje inschatten. Maar voor hetzelfde zeggen ze volgende week van, we verlengen de lockdown nog een keer 3 weken. Ja, dan heb je weer meer omzetverlies. Gaan wij wel 1 maart open en gaan wij dan weer 4 weken keihard staan werken, omdat wij natuurlijk alle mensen, alle klanten weer heel graag willen helpen, worden we weer gestraft, want dan moeten we het weer terugbetalen. Hoe lang is bij jou de rek? Want je hebt inderdaad, hè, omdat je een grote zaak bent, heb je ook 8 medewerkers. Je hebt natuurlijk forse huur, noem het allemaal maar op. Maar Ik besta gelukkig al 23 jaar, dus ik heb natuurlijk wel een beetje een buffertje op kunnen bouwen. Dat buffertje is natuurlijk in de eerste lockdown wel uitgeslonken, die is nu gewoon op. Dus nu ga ik beginnen aan het spaargeld van de winkel. Daar moet ik dus deze maand de collega's van betalen. Ja. En dat doe je met alle plezier, maar het is wel heel pijnlijk. Het is toch natuurlijk het geld wat je gespaard hebt voor eventuele nieuwe investeringen in de winkel. Mijn pensioen voor later, hè, want dat bouwen wij natuurlijk niet op. Dus dat betekent dat ik gewoon langer door moet. Ja. Ik zou willen stoppen op mijn 60ste, dat gaat gewoon niet. Je moet langer door. Dus linksom of rechtsom, het raakt je gewoon hard. Het raakt iedereen gewoon hard en jullie ook. Hè? Want jullie zijn allebei in dienst gewoon, hè? Neem ik aan. Ja. Ja. Nu komt er wel een soort actie. Omdat het licht bijna uitgaat, dat is een beetje symbolisch. Gaat donderdag het licht aan, klopt dat? Ja, donderdagavond wordt dan opgeroepen dat alle kapsalons in Nederland het licht aandoen van 6 tot 8. Om in ieder geval eens even duidelijk te laten blijken naar de overheid van jongens, help ons. Hè? Ja, het is gewoon echt 5 voor 12. Ja. We hebben gewoon hulp nodig, gewoon financiële hulp nodig. En als we dat niet krijgen, laat ons opengaan. We zijn er klaar voor, we waren er klaar voor. We hebben hier sowieso in de winkel genoeg afstand die we kunnen houden. We hebben alles gedaan wat we moesten doen. Het kan absoluut veilig. Ja. Weet je, ik wil mijn handje liever niet ophouden. Hè. Ik ben liever gewoon aan de slag. Tussen bepaalde tijden zetten jullie gewoon het licht aan? Tussen 6 uur 's avonds en 8 uur 's avonds. Dus 6 en 8 's avonds. Het gaat niet alleen om ons, het gaat om alle kappers, het gaat om Middelburg, Vlissingen, Zeeland, heel Nederland. Doe het allemaal. Dus jullie gaan het doen en de oproep is doe mee. Dat is eigenlijk het verhaal. Ik vind ook gewoon echt dat de contactberoepen, dat vind ik wel echt heel belangrijk om te zeggen. Dus ook de schone specialisten, de pedicures, noem maar op. Die krijgen gewoon echt op dit moment wel de rekening toegedeeld. Ja. Ja. En dat vind ik gewoon niet netjes. Maar ik blijf positief en ik ga er ook echt voor dat we weer snel open gaan. Nou, dat is in ieder geval een goede insteek. Want even helemaal neerslachtig voor, daar schiet je ook niet mee op. Maar, nee, absoluut. Gewoon weer lekker met die. Ja, en jullie willen ook graag, toch? We willen heel graag. Ja. Ja. Nou, heel goed. Ik hoop het voor jullie en ik hoop ook dat iedereen zijn licht aan doet donderdag. Veel succes. Dankjewel.